Heb je nou ook een probleem dat mensen die voorbij lopen bij je huis ook zo naar binnen kijken? Ik ga je de top 5 van 5 wintergroene leibomen laten zien. Dit is de Fotinia, de glansmispel. Het leuke aan die glansmispel is dat hij een mooi rood blad heeft in de uitloop. Als je dat vaak gaat knippen, dan zou je dat wat minder snel gaan zien. Maar het rode stengeltje maakt ook heel veel goed. Voordeel is, net als alle wintergroene leibomen, dat die 12 maanden per jaar eigenlijk hetzelfde eruit zien. En dat je dus ook in de winterperiode veel plezier hebt van je boom. Nummer 2 van de wintergroene leibomen. Dit is de Eliagnus, een stolijwillig. Het leuke is eigenlijk, je ziet het bijna nu niet. Het leuke is eigenlijk, het zit aan de onderkant van het blad van de olijfwillig. Ze hebben twee kleuren blad. Groen aan de voorkant en wit-grijs aan de achterkant. En het leuke is, woon je nou bijvoorbeeld een beetje aan de kustgebieden waar veel zoute wind en zeelucht is eigenlijk, dan deze kan er heel goed staan. Dus ideaal voor als je aan de kust woont. Daar ben ik weer, bij de nummertje 3, eigenlijk een combi. Dat zijn dit is de laurier, dus de Portugese laurier en de gewone laurier. Nou ja, het voordeel van de Portugese laurier is dat hij wat kleiner blad heeft, dus wat ietsje dichter wordt als de gewone laurier. En het leuke van deze is eigenlijk die besjes die er aankomen. Dat heeft deze ook wel, maar dat heeft nog een zierwaarde voor de laurier. Is de bestvorming die in het late najaar er dus definitief aankomen. Nu beginnen ze te ontwikkelen. En makkelijk te knippen. Gewoon een hele sterke boom. Dus doe je voordeel mee. Dan nummertje 4. Dit is de Quercus ilex. Hele mooie naam. Ik pak hem er even bij. Oh, ja, daar komt hij. Moet je eens kijken. Dit is wel echt een hele leuke. Dit is eigenlijk een kruising tussen twee bomen. Een kruising tussen de hulst en de eik. Quercus staat voor eik en ilex staat voor hulst. Dus Quercus ilex, hulst, eik. Dus eigenlijk de twee combi's gemaakt tussen wintergroen en de voordelen van de eik. Dat is ook wel leuk, want helaas kan ik je niet laten zien. Ik zit even te zoeken of die er ergens bij zitten. Nee, dat doen we iets later in het najaar. Komen er eikeltjes aan van de eik. Dus dat is wel leuk, want het is echt die combi tussen die twee bomensoorten in. En hier kan je ook goed zien waarom hulst dan. Nou, hulst weten veel mensen wel, die prikken. Nou, dat zie je hier ook aan de kant. Er zitten allemaal stekeltjes aan. Goed leuke. Hele leuke wintergroene leiboom. Kijk, dit is nou een leuke. Een conifeer als leiboom. Dit is de Leilandi. Ideaal voor leivorm ook om van te maken eigenlijk. Omdat hij gewoon hele lange takken heeft. En natuurlijk ook wintergroen is. Nou, dit is toevallig dan een hoge leiboom. We hebben het net de hele tijd hebben laten zien. De lage leibomen. Dus deze natuurlijk ook zeker in te krijgen. Het voordeel van deze dan is dat als je wat hogere objecten een beetje wil wegwerken met mooi groen. Dan is dit natuurlijk het ideale. De ideale boom ervoor. Dus ja, kijk naar wat je nodig hebt en wat je een beetje wil wegwerken. Dan kan je al bepalen hoe lang je stam dus moet worden. Hele leuke leiboom ook, conifeer. Nou, we hebben net alle voordelen laten zien van de leibomen, maar nu het stukje onderhoud. Ja, het is eigenlijk een haag op stam, dus het is heel makkelijk eigenlijk om te onderhouden. Je pakt gewoon een heggenschaar en je knipt alle uitstekende takken knip je gewoon af. Je kan dat met een snoeischaar doen, maar dat duurt veel langer. Gewoon knippen als een haag en hoe vaker je hem knipt, hoe voller die wordt. En de leibomen kunnen eigenlijk wel op iedere plek wel staan. Dus of het nou zon, half schaduw is, dat maakt niet zo heel veel uit. Geef hem wel regelmatig ook mest, want wil je die boom mooi groen en vitaal houden, is voeding zeker belangrijk. Succes met je keuze.